het in getal wel echt een dingetje. Want je bent nu? 49. Ik moest even nadenken, want ik ben me al heel erg aan het voorbereiden op 50. Ja, precies. 49. En ik moet je zeggen dat ik 40 het heftigst vond. Ja? Ja. Waarom? Ik vind dit makkelijker te behappen. Maar wat vond je moeilijk aan 40? 40, ik denk dat ik de associatie heel erg had met mijn ouders. Omdat ik als kind nog zo goed wist dat mijn ouders... Weet je, als puber weet je dan heel goed dat je ouders 40 worden. En dat maak je allemaal heel goed mee. En dat vier je en dat doe je. En dat zijn die ouders. En ik heb mezelf nog heel lang kind gevoeld op een of andere manier. En er was geen ontkomen meer aan toen ik 40 werd. Toen dacht ik, ja, dit is het gewoon. Je bent nu gewoon... Die ouder en ouder. En dat 50, wat er nu aan zit, waar je eraan loopt? Nou ja, ik heb dus 10 jaar de tijd gehad om dat te accepteren. En ook gewoon die volgende fase in te stappen. En dat vond ik echt heel moeilijk. Want ik geloof nog steeds dat ik vind kind zijn zo leuk. Ik geloof ook dat je nooit het kind in jezelf moet verliezen. Nee, moet dat dan weg als je ouder wordt? Nee, alleen je krijgt een andere rol. Je schuift natuurlijk wel door. Ja, ja, ja. En je krijgt gewoon een andere rol. En ik vind die rol moeilijker, lastiger bij mij passen dan het kind zijn. Maar ja, dat is nou helemaal zo. Ik heb zelf nu kinderen van 4. 2 bonuskinderen. En een zoon van 17 en een meisje van 10. Dus ja, weet je, het is gewoon nu. Ben ik gewoon echt. Ik moet gewoon de verantwoordelijkheid nemen. Ja, precies. Je bent ouder. Heb je niet het gevoel dat dat eigenlijk ook heel erg natuurlijk gaat? Juist als je moeder wordt en... Ja, alleen nogmaals, het kind verliezen in jezelf op die manier vind ik... Ik heb dat toch heel lastig gevonden. En ik heb er nu 10 jaar aan kunnen wennen. Ik heb het geaccepteerd, dus ik word nu 50. Ja. Met toeters en bellen of ga je het stilletjes doen? Nou ja, gelukkig is het... Ik wil bijna zeggen, gelukkig is het coronatijd. Dan hoef je er niet bij stil te staan. En ik ben altijd wel van de toeters en bellen geweest, hoor, met mijn verjaardag. Want ik vind niets leukers dan dingen vieren. Als kind ook. Ja, weer als kind, hè? Oh, als ik jarig was als kind, 3 weken van tevoren wist iedereen dat ik jarig was, dat het eraan zat te komen. En dat heb ik heel lang nog volgehouden. En... ja, ik denk dat als we niet in deze tijd hadden geleefd, had ik het wel... Ja, het is erop en erover natuurlijk. Ja. Dan had ik het echt wel flink aangepakt. Ja. Maar nu denk ik er eigenlijk helemaal niet over na. Wat er heel prettig aan is, is dat je gewoon... Ja, veel minder zorgen maakt. Het klinkt misschien gek, omdat de zorgen eigenlijk veel groter zijn onderweg. Want als kind heb je natuurlijk eigenlijk nagenoeg geen zorgen. Maar als ik mezelf vergelijk met toen ik 20 was... toen lag ik echt met maagtabletten en oprisken en zuur. En, nou, ik had zoveel stress als 20er. Ja, dat heb ik nu gewoon niet. Weet je, het is gewoon veel meer relativeren. Ja. Veel beter met situaties om kunnen gaan. Veel beter... lastige situaties waar je af kunnen laten glijden. Prioriteiten stellen. Ja, gewoon volwassen worden. Gewoon die ontwikkeling, ervaring. Dat maakt je natuurlijk wel een heel stuk sterker. Breathe in. Toch een beetje stress wegademen. Ja. Diep ademhalen en... nou ja, weet je wat voor mij gewoon goed werkt? Is heel goed voor jezelf zorgen. Mm-hmm. Wat is dat voor jou? Gezond zijn. Gezond blijven. Gezonde voeding. Ik laatst realiseerde ik me... Ik dacht, ik ben volgens mij de hele dag bezig... om mezelf gezond te houden of zo. Is het wandelen? Is het sporten? Is het yoga? Is het mindfulness? Is het... meditatie. Je hebt een drukke dag of zo. Ja, precies. Vitamines, genoeg groente, gezond eten. Ja, dat klinkt hysterisch, maar ik ben er echt elke dag echt mee bezig. Bewust mee bezig. Bewust mee bezig. Maar je merkt het ook. Jazeker. Omdat dat genoeg slapen, weinig tot geen alcohol drinken. Ja, echt. Maar het grappige is dat mijn lijf geeft het vanzelf aan. Mm-hmm. Alcohol smaakt gewoon niet meer. Ja. Koffie, ja,
Ik vond dat was natuurlijk het hoogtepunt van de dag. 'S Ochtends mijn espressootje tik. Nou, ik tik er eentje achterover, omdat in mijn hoofd dat nog altijd het moment is. Ja. Maar mijn lichaam zegt eigenlijk, doe maar niet. Doe maar niet. Ik wil gewoon espresso drinken. Maar mijn lijf reageert anders. Ja, dan ben je 1, ben je 2. Zag je het goed? Ja, doe maar niet. Ja. Nee, niet doen. Nee, niet doen. En zo ook met alcohol, jongens. Ja. Een glaasje champagne, die tik je toch heerlijk achterover. Maar nu op de helft denk ik, doe maar niet. Want het valt niet, of zo. En dus het blijft... is een gouden tip, doe maar niet. Ja, luister naar je lichaam. Luister naar gouden tip, luister naar je lichaam. Je lichaam geeft het aan. Je lichaam geeft het echt aan. En tenminste, ik denk dat als je echt goed voor jezelf zorgt... en in balans bent en je lichaam goed voelt of kent... ja, dan geeft je lichaam het echt aan. Heb jij last van de overgang? Ja, op een bepaalde... Ja. Zeker op een bepaalde manier. Als ik niet naar mijn lichaam luister. Ja. Die is echt heel belangrijk. Ik denk dat dat gewoon een gouden tip is. Wat krijg je dan? Krijg je echt bepaalde echt overgangsklachten dan? Ik merk gewoon dat het een dag en nacht verschil is als ik niet genoeg slaap. Ja. Dat is echt... echt gelukkig slaap ik heel goed, hoor. Okay. Dus dat is niet zo... Ik lig niet voelend in mijn bed of zo. Of ik heb opvliegen. Dat heb ik allemaal nog niet. Oh, okay. Ik zit er nog net onder. 49. Ik weet het niet. Het is natuurlijk wel bezig, maar... dat nog niet. Maar ik merk gewoon... Ja, dat lijf reageert anders. Ook in bewegingen. Soms dan stap ik uit de auto en denk ik... Mijn onderrug. Wat is dit dan? Ja. Allemaal dat soort kleine dingen. Ja. En ja, gewoon... Maar misschien ben jij wel een heel goed voorbeeld van een vrouw die gewoon... Wat wij ook adviseren van... Luister naar je lichaam, eet gezond, beweeg. Dus dat doe je allemaal. Ja, dat doe ik. Maar ik was danseres vroeger. Oh ja. Ik weet eigenlijk niet beter. Ja. Ik ben altijd op die manier met mezelf bezig geweest. Alleen voel ik wel een heel groot verschil. Dus daar waar ik mezelf altijd moest afmatten... Als danseres ben je dat ook een beetje gewend. Maar moest ik weer 10 kilometer hardlopen? Moest ik weer een marathon? Moest ik weer... Dat doe ik niet meer. Goed zo. Want het heeft geen zin. Dan denk ik ook, nee, ga nou gewoon wandelen. Of ga wandelen, joggen. Weet je wel, dat je in een kwartiertje een beetje versnelt. Maar dat je over 8 of 10 kilometer... Dat mag je wandelend, joggend doen. Mm. In plaats van verstand op nul en alleen maar gaan hardlopen. Ja. Dat pas ik allemaal... toe. Ja, op een natuurlijke manier doe jij het. Ik denk dat je een heel groot voorbeeld bent voor hoe het kan. Dat luister naar je lichaam. Oh, ik dacht, luister met tante Wendy. Nee. Ik had nog één vraag. Maar dat is mijn dementie. Die is ook die heb ik ook. Ja, die heb ik ook. Oh, absoluut. Ja, continu maar denken. Dus denkt, hoe heet ze ook alweer? Of hoe heet hij ook alweer? Wat was het ook alweer? Ja. Ik weet het visolie. Niet meer. Visolie. Ik ga visolie nemen. Magnesium. Ben je liever geworden voor jezelf? Hoe zit dat in jouw systeem? Lief zijn voor jezelf? Ja, ik denk dat ik dat altijd wel ben geweest. Oh, dat is mooi. Ja. Ja, ik ga altijd uit een beetje van het zuurstofmasker in het vliegtuig. Mm-hmm. Eerst jezelf, dan je kind. Ja, klinkt een beetje hard. Nee, dat is heel... Dat zeggen wij ook. Maar ik vind het wel werken. Ja. Weet je, ik weet gewoon van mezelf, ik ben de allerleukste moeder en de liefste moeder en de meest geduldige als ik goed voor mezelf zorg. En als ik mezelf voorbij loop, ben ik dat niet. Dus ja, dat staat wel echt gewoon... En heb je dit altijd zo gekund? Heb je dat voorbeeld gehad van je moeder? Nee. Nee. Nee, want het is niet heel veel. Nee, zeker niet. Het is best wel. Ja. Nee, maar ik denk dat ik ook wel een hoop mannelijke hormonen in mij heb. Ah. Ik heb altijd gevochten voor mijn vrijheid. Ah. Ik heb altijd gezegd, oh jij, maar ik ook. Hoppakee, aan de kant. Nu jij dit, ik dat. Ik ga sporten, jij ook sporten. Kijken we in de agenda. Nee. Kijk wie het snelste kan rennen. Ja, samen sporten. Samen sporten. Ja. Ook. Rees je eruit. Nee, ik vond altijd dat hele vrouwen-mannen ding, dat was ik heel erg... Ben ik heel allergisch voor. Mm. En daar had je als vriendje van mij een hele moeilijke aan. Mm. Dus enorme gelijkheid. En daar staat voorop, denk ik, kies voor jezelf. En hou jezelf goed in de gaten. En dan kun je ook lief zijn en zorgen voor anderen. Mooi. We hebben niets aan Amen. Dank je wel. Praise the Lord. Namaste. Namaste.